Het tweede kenmerkend aspect van het tijdvak van pruiken en revoluties is voortbestaan van het ancien regime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigen tijdse, verlichte wijze vorm te geven. Bij het vorige kenmerkend aspect hebben we het gehad en hebben we gezien dat in westerse landen het verlicht denken opkwam. Men vond dat de ratio, het logisch nadenken, niet alleen toegepast moest worden op wetenschappelijk vlak, maar ook op alle terreinen in de samenleving. Dus ook op politiek, economie, godsdienst en sociale verhoudingen. Enkele voorbeelden waar we het bij het vorige kenmerkend aspect over gehad hebben, zijn John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu en Adam Smith. In Europa waren er in de 17e en 18e eeuw veel vorsten met absolute macht, ook wel absolutisme genoemd. Dit betekent dat alle macht in handen is van één persoon. De macht was gegeven door God. Een koning of keizer had het goddelijk recht om te regeren. Het zogenoemde droit divin. In de 18e eeuw waren er verschillende verlichte denkers die aan deze theorie van het droit divin begonnen te twijfelen. Ze vonden het niet logisch dat één persoon aan de macht was en dat die macht van God kwam. Dat was niet rationeel. Veel logischer zou het zijn dat de macht bij het volk zou liggen. Vorsten moesten door de ideeën, deze verlichte ideeën, steeds meer rekening gaan houden met het volk in de samenleving. Vorsten gingen er niet langer zomaar van uit dat hun onderdanen, het volk, er alleen maar waren om hun vorst te gehoorzamen. Maar dat een vorst het belang van de bevolking moest dienen met een zo rationeel mogelijk bestuur. Doel van zo'n rationeel bestuur moest zijn de welvaart in het land te bevorderen. Het welzijn van de bevolking stond voorop volgens deze verschillende verlichte denkers. Voordat we gaan kijken naar wat nou precies verlicht absolutisme is, eerst eens even kijken wat bedoeld wordt met het begrip ancien regime. Onder ancien regime wordt de maatschappijstructuur verstaan die in de westerse wereld dominant was tot de 18e eeuw, is wat je ook kunt lezen op de dia. Westerse maatschappijen, westerse samenlevingen in Europa kenmerkten zich door een standaardstructuur waarbij de geestelijkheid en de adel politiek, economisch en cultureel de dienst uitmaakten. Met andere woorden, het was de indeling van de samenleving in veel Europese landen tot aan laat in de 18e eeuw, waarbij de adel en de geestelijkheid, een heel klein deel van de bevolking, alles bepaalde in de samenleving. Ook hadden de adel en de geestelijkheid verschillende privileges, voorrechten, ten opzichte van de derde stand, de boeren en burgers. Zo hoefden de adel en de geestelijkheid in Frankrijk bijvoorbeeld geen belasting te betalen. Verlichte denkers vonden dat de wetenschappelijke methode uit de wetenschappelijke revolutie ook moesten worden toegepast op de samenleving. Dat is ook het belangrijkste verschil tussen de wetenschappelijke revolutie en de verlichting. Verlichte denkers, vaak filosofen genoemd, gebruiken rationalisme, wat logisch nadenken betekent, en empirisme, wat ervaring of experiment betekent, niet alleen voor de wetenschap, maar voor alles in de samenleving. Dus ook voor politiek, economie, religie en onderliggende verhoudingen tussen mensen. Vanuit deze gedachte ontstond het rationeel optimisme. Het idee dat de mens de samenleving beter en eerlijker kon maken voor iedereen. De verlichting zorgde voor grote veranderingen in het denken over sociale verhoudingen, politiek, economie en religie. De inrichting van de gehele samenleving moest op reden met het verstand gebaseerd zijn in plaats van op erfelijke rechten en plichten of religieuze ideeën zoals tot dan aan toe wel het geval was. Een gevolg van de verlichting was dat er een publieke opinie ontstond. In eerste instantie probeerden mensen die de macht hadden, bijvoorbeeld koningen en keizers van verschillende landen, maar ook de kerk, de ideeën van de verlichting en de verspreiding daarvan te verbieden en tegen te houden. Dit ging echter niet. Door de drukpers die in de middeleeuwen was uitgevonden en de verbetering van deze drukpers verspreidden de ideeën van de verlichting zich snel door geheel Europa.
Ook konden steeds meer mensen lezen en schrijven. Door de verspreiding, en dat meer mensen dus ook konden lezen en schrijven, ontstond er een publieke opinie. Een breed gedeelde opvatting of mening onder het volk is dat. Omdat ideeën van de verlichting zich ook onder het gewone volk verspreidden, veranderde ook de politieke cultuur in een land. De vorst, of de persoon met de macht in het land, moest rekening gaan houden met het volk. Deed hij dat niet, dan kon het ook wel eens verkeerd aflopen voor hem of haar. Vorsten moesten zich dus gaan aanpassen aan de veranderende tijdsgeest. In de loop van de 18e eeuw waren er een aantal vorsten die zich lieten beïnvloeden door de ideeën van de verlichting. We noemen dit verlicht absolutisme of verlicht despotisme. Het belang van het volk kwam in hun beleid meer op de voorgrond te staan. De vorst ging in zijn beslissingen meer rekening houden met het welzijn van het volk in de samenleving. De vorst dacht dus niet meer alleen aan zichzelf, maar ook aan het volk. Dit betekent echter niet, en dat is wel heel erg belangrijk om te benoemen, dit betekent echter niet dat de gewone man en vrouw ook meer zeggenschap kregen. De vorst bleef alle belangrijke beslissingen alleen nemen. En de macht bleef dus bij hem. Er was dus geen sprake van volkssoevereiniteit of democratie. De macht bleef absoluut, de macht bleef in handen van de vorst. Een zin die daar goed bij past, of die goed past bij het verlicht absolutisme, is: alles voor het volk, niets door het volk. Wat simpelweg wil zeggen dat de vorst meer dacht aan het volk bij het maken van zijn beslissingen en bij het maken van beleid of keuzes, meer dacht hoe dat voor het volk zou zijn en niet langer alleen maar dacht aan zijn eigen belang. Maar het volk mocht niet mee beslissen. Zoals gezegd, de macht bleef in handen van de vorst. Een voorbeeld van een verlicht vorst is Jozef II van Oostenrijk. In de tekst kan je zien dat hij met ijzeren hand regeerde. Dat betekent dat hij alle macht zelf heeft en die ook met niemand deelt. Onder zijn leiding waakt de staat over de openbare orde, dat wil zeggen de veiligheid. Maar neemt eveneens de sociale voorzieningen op zich en zorgt dus voor het algemene welzijn van de burger. Jozef II hield dus rekening met het welzijn van de burger, of het goed ging met zijn burgers, als hij belangrijke politieke beslissingen nam en hij nam geen beslissingen die alleen goed was of alleen goed waren voor hem of voor hem en zijn familie. Hier zie je dus dat idee van welzijn van het volk terugkomen. Daarnaast, en dat is een ander voorbeeld van verlicht absolutisme, wordt in oktober 1781 het tolerantie-edict afgekondigd, wat als gevolg heeft dat er religieuze vrijheid komt in zijn keizerrijk. Religieuze vrijheid of religieuze verdraagzaamheid, waarbij meerdere geloven toegestaan zijn in één land, in één keizerrijk, in één koninkrijk, was een idee wat voortkwam uit de verlichting. Ook Frederik de Grote, koning van Pruisen, en Pruisen is een gedeelte van het huidige Duitsland, was een verlicht vorst en dacht aan het welzijn van zijn bevolking. Zo stimuleerde hij de bouw van scholen, zodat meer mensen onderwijs konden volgen, de basis voor een goed bestaan. En nam hij maatregelen zodat de oogst minder vaak zou mislukken en er meer voedsel zou zijn voor de bevolking. Voldoende voedsel voor de bevolking is belangrijk voor het welzijn van de bevolking. Als er voldoende te eten zou zijn, zou het volk ook tevreden zijn en beter kunnen presteren. Ook dit zijn dus maatregelen die passen bij een verlicht absolutist. Een land waar het verlicht absolutisme niet voorkomt in de 18e eeuw is Frankrijk. Daar bleven de vorsten, waaronder Lodewijk XIV, zijn zoon Lodewijk XV en zijn zoon Lodewijk XVI, regeren volgens het idee van het ancien regime. Ze deden niets om de situatie te veranderen en dus ook niets om de situatie van het volk te verbeteren. Lodewijk XVI, de kleinzoon van zonnekoning Lodewijk XIV, gaat niet mee in de veranderingen van de tijd en blijft een absoluut vorst zonder verlichte ideeën toe te passen in de samenleving. Ook niet als het slecht gaat met Frankrijk en de Franse bevolking. Hij blijft bij het idee une fois, une loi,
une roi. Eén geloof, één wet, één koning. En wil alleen hervormingen doorvoeren die hij bepaalt. De verlichtingsideeën van bijvoorbeeld religieuze vrijheid, een andere indeling van de maatschappij waarbij er geen privileges meer zijn voor de adel of de geestelijkheid, of bijvoorbeeld meer inspraak voor boeren en burgers, wil hij niet. Uiteindelijk zal de onvrede in Frankrijk onder de bevolking groeien en groeien. En dit leidt tot de Franse Revolutie van 1789, waarbij Frankrijk alsnog voorgoed verandert.